Hallo, ik ben Gerald Basleer. Ik ben vispathobioloog en ik probeer jullie vandaag in ongeveer 19 minuten de belangrijkste visziekte uit te leggen, waarbij ook dan een medicament wordt voorgesteld en ook een behandeling met een bepaald visvoer. Natuurlijk ons dokter Basleer Biofishfood. Ik hoop dat u daarvoor ook 19 minuten tijd neemt, want het is wel belangrijk dat u dat even ter kennis neemt om beter uw vissen te kunnen verzorgen en meer succes te hebben als aquariumliefhebber. Probeer ook onze boeken te lezen over visziekten. Die kunnen u meer uitleg geven over zeewater en zoetwatervissen. Ik wens u veel succes en veel kijk- en leesplezier. Dank u wel. Visziekte en de verzorging met ons dokter Basleer Biofishfood. Wat kan ik u er vandaag bij vertellen? Wel, voor alleen we beginnen over ziekte te praten, is het toch wel even belangrijk dat u nadenkt over de oorzaak van de visziekte die u zou aantreffen bij uw vissen. Meestal moeten we zoeken naar factoren die de stress hebben veroorzaakt. En door die stress heeft de ziekteverwekker meestal een kans om op de vis te infecteren of problemen te veroorzaken. Dus denk altijd aan oorzaken. En hoe kunnen we dan ook nog onze visziekte voorkomen? Wel, dat is door u, door uw goede zorg. En zekere goede zorg betekent dat u zorg draagt voor een goede filtering en zeker en vast regelmatige waterverversingen. Maar vandaag ga ik het dan ook hebben over een correcte voeding, die echt kan helpen om uw vissen optimaal te verzorgen tijdens problemen, tijdens ziektes. Dus uw hulp voor gezonde vissen is uw zorg als aquariaan. Met daarbij de hulp van een goed voer, waardoor uw vis gezond kan blijven. Onze ideeën zijn reeds 2000 jaar bekend. En Hippocrates heeft het toen gezegd: that our food should be our medicine and our medicine should be our food. Wat is er nu bijzonder aan dokter Basleer Biofishfood? Wel, wij hebben een functioneel voer met verse phytobiotica die uit de natuur komen, zoals hier açaï en hier aloe vera. Die leveren een bijdrage aan de gezondheid van onze aquariumvissen. Maar er is wel een voorwaarde dat deze phytobiotica als vers product gekoeld zijn op de korrels van het visvoer. En daardoor is er een garantie dat de werkstoffen nog echt actief zijn voor onze verzorging van onze vissen. We hebben een voorbeeld met onze goede darmflora bij de vissen, dat we kunnen verkrijgen met probiotische bacteriën, de Pediococcus acidilactici. Daarmee heeft de vis een super afweer. En dat is aanwezig in al onze soorten van dokter Basleer Biofishfood. Even uitleggen op het diagram. Zijn er weinig goedaardige bacteriën, zoals de Pediococcus, dan heeft de pathogene ziekteverwekkende bacterie een grote kans om zich te hechten aan de darmwand en dan te infiltreren. Zijn er heel veel goedaardige bacteriën, zoals hier beneden? Ja, dan hebben de pathogene ziekteverwekkende bacteriën weinig kans om zich te hechten aan de darmwand en zo de vis te infiltreren. Dus daarom, zoveel mogelijk van deze goede darmflora is een fantastische bescherming tegen vele ziektes bij onze siervissen. Dus dokter Basleer Biofishfood is voor verzorgers. En ze bevat allemaal probiotica Pediococcus acidilactici, zoals ik zei, voor een zorg van een goede darmflora. Daarin hebben we ook de regular, de chlorella-algen, de açaï in bepaalde voeders die een extra kleurenpotentia geven, de green met groen voer, zeker goed voor cycliden en loricariidae, de kava voor bijzonder moeilijke etende vissen en wildvang, om ze te leren korrels te eten, het shrimpvoer, vooral voor onze kleine siergarnaaltjes. We hebben de Better Tabs, visvriendelijke voedertabletten, en de babynano voor de kleine baby dwergvisjes. Vandaag ga ik het dan ook hebben over de andere voeders die meer een verzorgende functie hebben bij ziektes. Dat is bijvoorbeeld de garlic. Dat is met look. Dat heeft een algemene zorg tegen parasieten en bacteriën. En aloe vera is heel goed voor herstel en regeneratie na schade. En herbal, een algemene hulp bij inwendige bacteriële virale infecties. Forte, een immunostimulantia. Moringa en grapefruit seed extract, hulp bij inwendige bacteriële infecties. Matrine, tegen de parasieten
witte stip of ik, neo-ich en peperstip odinium. Lapacho tegen de parasiet spironucleus of vroeger genoemd eczemita en de gatenziekte. Pumpkin tegen inwendige worminfecties in de darm. En het laatste dat we hebben op de markt gebracht is het Fuco. Dat helpt bij bacteriële infecties zoals de coronarisziekte. Daarnaast hebben we de Professional Care and Treat. Dat zal ik op het einde ook bespreken met een breed spectrum behandeling, zeker voor professionele gebruikers. Dus we beginnen eraan en als eerste neem ik een van onze oudste producten, dat is zo goed als 20 jaar reeds op de markt is. Dat is ons Dr. Basler Beerfish Food Forte. Vooral interessant voor nieuwe vissen die u heeft aangekocht, vissen die aan quarantaine zitten en voor de preventie van ziekte. Dus regelmatig kan u zo een kuur geven van ongeveer 10 dagen om de zoveel maanden. Wat doet dit? Wel, het zorgt voor meer macrofagen. En macrofagen is zo'n klein beestje, kun je wel zeggen, dat in het bloed beweegt en daarmee op zoek gaat naar pathogene bacteriën en die vernietigt, opeet en weg, zorgt dat die weg zijn. Daardoor heeft de vis meer afweer en meer immuniteit. Dus de toepassing van de immunostimulantie in het visvoer bij stress hebben we testen gedaan met Biofish Food Forte, dat in de rode lijn bij een stresssituatie na enkele weken nog steeds veel macrofagen aanwezig zijn. En is er geen Forte toegevoegd aan het voer, zien we een enorme afname van de macrofagen, waar gevolg dat de vis verzwakt en weinig kans heeft om te overleven. We spreken over, als we spreken over witte stipinfectie of ichthyo, hier bij deze de zwarte keizertetra, is een veel voorkomende ziekte, een van de meest voorkomende ziektes in onze aquaria. En dat is meestal veroorzaakt bij temperatuurschommelingen, bij koude waterbeversingen, bij slechte thermostaten, bij koude tocht, wisselingen van seizoen, bij falende quarantaine, bij stress, ook bij het geven van slecht voer. Allemaal oorzaken. Maar belangrijk is bij witte stip, zoals hier bij deze regenboogzalm, dat we dat zo snel mogelijk ontdekken en dat we zo snel mogelijk behandelen. Hier kunnen we nog tijdig behandelen, want u ziet dat de vissen nog levendig zijn, ze zijn nog krachtig, dus ze zullen nog goed eten en dan kunnen ze ook nog goed medicijn verdragen. Dus behandel zo snel mogelijk om succes te hebben. Wat doen die witte stippen? Wel, de witte stippen zitten op de huid, maar ook in de kieuwen. En daardoor worden de vissen ernstig beschadigd in de kieuwen, met als gevolg dat ze daardoor sterven. En meestal krijgen ze ook nog secundaire bacteriële infecties. Dus u ziet die witte stippen, dat zijn kleine beestjes eigenlijk, die permanent bewegen en daarmee schade veroorzaken aan dit kieweefsel met alle gevolgen van dien. Maar noodzakelijk, als we witte stip willen behandelen, dat we kennis hebben van deze parasiet, zijn cyclus. En die cyclus is meestal de fase dat hij volwassen wordt op de huid van de vis of op de kieuwen. Dan valt hij na een aantal dagen weg van de vis of op de grond, op de bodem, op de decoratie, meestal na 7 dagen gemiddeld. En dan vermenigvuldigt hij zich en zijn er terug babyparasietjes die terug de vissen infecteren in het aquarium. En het is deze fase, deze babyfase, die we kunnen behandelen met een medicijn. En we kunnen de vis ondertussen beschermen met een voer, waardoor de parasieten niet graag meer op de vissen zitten of ook niet nieuw kunnen infecteren. Daarmee hebben we de Basler anti-ich-methode ontwikkeld, met de combinatie van een medicijn Faunamor, dat is zoiets als malachietgroen, en dan het Biofish Food Matrine, die de vis helpt beschermen. Zijn huid wordt afwerend tegen stippen. Daarmee hebben we die methode ontwikkeld. Dat hebben we op brochures ter beschikking. Dat is ook op onze website van basler.com te zien. Waarbij we ook voorstellen dat u kan meewerken naast het voeren met het matrine en naast het behandelen met de medicijn zoals Faunamor, dat je ook de temperatuur kunt verhogen, dat u nog zout kunt toevoegen, of dat u de microfilter installeert of een UV installeert, de bodem afhevelen 2 keer per dag en 24 uur het licht aanlaat, waardoor de parasiet niet vermenigvuldigt, maar op de bodem blijft liggen. Allemaal tips die zijn omschreven in onze brochure. Ook voor zeewaterstip of cryptocarion, ook wel bekend bij de zeewaterliefhebbers, een vaak voorkomende parasitaire infectie, kunnen we een behandeling inzetten met Faunamor en met ons Biofish Food Matrine, waardoor de vis de algemene zorg krijgt
en ook de behandeling van de parasiet. Voor het RIF-aquarium kunnen we ook deze methode toepassen, maar dan raden we aan het protomort te gebruiken dat niet giftig is voor de lagere dieren. Is belangrijk, want het faunamorf is een risico dat uw faunamorf de lagere dieren gaat kapotmaken, beschadigen. En het matrine is niet schadelijk, dat lusten zelfs uw lagere dieren en kunt u gemakkelijk gebruiken tegen, voor een behandeling tegen de cryptocarion of de zeven, de grove zeestip. Er zijn studies gedaan, wetenschappelijke studies, gepubliceerd in 2015 in de Journal of Aquaculture door professor Gotto, waar matrine in het visvoer werd gedaan tegen cryptocarion en waren duidelijk minder parasieten aanwezig op de vissen met de matrine in het voer en na 4 weken praktisch geen sterfte, heel weinig sterfte, maar zonder de matrine een grote massale sterfte. Daarmee is het matrine een succes in de aquacultuur en met ons visvoer bij onze aquariumliefhebbers. Dus gebruik deze Basleer anti-echtmethode om uw vissen effectief te behandelen. Ook voor peperstip kan u deze methode toepassen. Peperstip bij zoetwater, zoals hier op een notobranchius, deze fijne peperige bolletjes, of hier op de staart bij deze heniochische zeewatervis. Ook een vervelend fenomeen. En de behandeling kan u inzetten met Odimor, jammer genoeg niet voor lagere dieren, het RIF-aquarium, en met ons Dr. Basleer Bierfishwood Matrine. We hebben ook al vaak successen gezien met alleen het voeren met ons Dr. Basleer Bierfishwood Matrine, waardoor de vissen genezen en zich konden beschermen tegen de witte stip, tegen de grove zeestip en tegen het odinium, mits het maar op tijd wordt toegediend en mits u het ook maar 20 dagen achter elkaar voert en ondertussen ook geen ander voer geeft. Dus de matrine alleen al kan al helpen, maar dan moet u wel op tijd beginnen als de vissen nog voldoende eten, want ze moeten voldoende matrine opnemen. We hebben een voorbeeld gehad in ons laboratorium, we hebben testen gedaan. Danio's die besmet waren met odinium en hebben we zonder medicijn behandeld met ons voer, Dr. Basleer Bierfishwood Matrine. Dag 1 hadden we heel veel witte peperstipjes in de kieuwen, waardoor heel veel schade was. En op dag 12 zagen we al betere kieuwen met veel minder peperstipjes. Dus we hadden al redelijk goed resultaat na 12 dagen. Zo, dat was het over peperstip en witte stip. En nu de kieuwormen, een ander probleem dat we vaak zien, waarbij vissen mager worden en gaan schuren. Bij zee komen dat voor, bij zeewatervissen, vooral wildvangzeevis. En ook bij gekweekte zoetwatervis, zoals in deze discus, komen vaak kieuwormen voor. Wat kan ik u daarvoor voorstellen? Wel ja, ik kan u voorstellen dat we moeten denken dat we deze wormen moeten behandelen. Dat deze hier niet in de kieuwen mogen zitten, want ze veroorzaken zware schade, waardoor bacteriële infecties ook optreden en waardoor de vissen uiteindelijk gaan sterven. We stellen daarmee voor Dactymor forte te gebruiken, samen met onze Dr. Basleer Bierfishwood Garlic. De Dactymor forte doodt de wormen en de garlic of het look in het voer beschermt de vis in de kieuwen tegen de parasieten. De parasieten blijven niet graag op de vis zitten door het look in het voer. Het is geen medicijn, dat look. Dat look is gewoon een hulpmiddel voor de vis om zich te beschermen. Ondertussen geen ander voer geven, zoals ik vertelde met de matrine. Minstens 20 dagen voeren, waardoor er effectief voldoende look wordt opgenomen. En als u een medicijn gebruikt, volg zeker goed de gebruiksaanwijzing, want u moet waarschijnlijk meerdere keren behandelen om effectief resultaat te hebben. Als de vis dan zwaar beschadigd is door parasitaire infecties of door kieworminfecties, wat dan ook, stellen we voor om het Dr. Basleer Bierfishwood Aloe te gebruiken. Dat is met aloe vera en tezamen met Aquavital Stress Protect. Dat bevat ook aloe vera, waardoor de beschadigde kieuwen, vinnen en huid sneller kunnen regenereren. Dus u kan uw vis sneller gezond maken. Een ander probleem, bekend bij de mensen die zeewatervissen hebben met keizers en doktersvissen en mensen die witchiklieren hebben, zoals hier die gaatjes die dan ontwikkelen of hier van voor en dan grote zijlijnwonden kunnen veroorzaken. Wel, deze gatenziekte heb ik ook al eens besproken in andere YouTube filmpjes. Deze gaten die hier komen bij deze discusvis
Meerdere oorzaken hebben we gevonden of kunnen we vaststellen. Stress is nummer 1. Meestal ook parasieten, spironucleus, die we in de darm vinden. Slechte darmflora, de beschadiging van de darm. Permanente actieve koolfiltering, vooral bij zeewateraquarium een probleem. Een tekort aan vitamine en sporenelementen kunnen een oorzaak zijn. En dan ook nog secundaire bacteriële infecties. Meestal zijn het meerdere oorzaken tezamen. Dus een goed onderzoek is belangrijk. Hier een voorbeeld van spironucleus in de darm van deze maanvis. Hangt als een witte slier deze uitwerpsel aan deze vis. Ook deze kan u onderzoeken. En dan kan u bijvoorbeeld zien dat al deze kleine beestjes, hier deze kleine beestjes, bewegen in de uitwerpsel of in de darm. En dan kan u vaststellen dat u echt met spironucleus of hexamita te maken heeft. Is erg vervelend, de vissen worden zwak en worden ziek en krijgen daarna gaten, vooral de grotere vissen. Kleinere maanvissen sterven vooraleer ze gaten verkrijgen. Hier ziet u het op een grotere vergroting van 300-400 maal. Hier ziet u die parasieten die erg bewegelijk zijn. Een behandeling voor gatenziekte en spironucleus stellen we voor Hexamor te gebruiken van Aquarium Münster, tezamen met ons biofishfood Lapacho. Daarin zit Lapachol, dat parasietwerend is. Ook de look is bacterieel en parasietwerend. Chlorella algen zijn voor het herstel, samen met de probiotica die terug de darmflora moeten herstellen na deze infectie. Deze combinatie zal u helpen. Een van de grootste problemen die we hebben in onze tropische aquaria is door het warme water dat we veel risico lopen om bacteriële infecties te hebben. Dat is een ernstig probleem, dat zien we vooral bij de levendbarenden. Je ziet u die windrot die heel snel gaat. Of hier bij deze neon tetra ziet u die witte rugvlek. Dat is een columnaris ziekte die heel snel op de vissen grote wondes veroorzaken, snel sterfte. Daarom zorg vooral bij deze ziekte dat u een goede waterkwaliteit hebt. Dus zeker en vast goede waterverversing, uw filter goed onderhoudt. En zorg voor een behandeling met Firumor, dat desinfecteert de vissen, vernietigt de bacteriën. En dan met ons FUCO, ons Dr. Basseler Biofishfood FUCO, dat de vissen beschermt tegen bacteriële infecties. Daar zijn studies op gedaan, op tilapia's in grote kwekerijen, met FUCO dan in het voer, waardoor hier bij de wondes die veroorzaakt zijn, dat er veel kleinere of mindere wondes zijn bij het toedienen van het FUCO dan in het voer en veel meer letsel, or muscle damage score noemt dat, bij de niet behandelde vissen. Dus Fucuidan helpt de vissen minder ziek te zijn en sneller te genezen tegen columnarisziekte. We hebben zelf ook testen gedaan in het labo. Bij dag 1 deze Trigogaster gourami met deze vervelende staartrot. En na dag 10 hadden we al een mooi, praktisch volledig herstelde staart op deze vis. En reed ze ook een gezonder lichaam. Missen we maar 10 dagen alleen het biofishfood Fucuogaver, niks anders. Inwendige bacteriële infecties kunnen we behandelen met het grapefruit seed extract en moringa combinatie. Dat komt vaak voor bij allerlei soorten vissen en een voer kan daarin bij helpen als het medicijn niet zijn doel heeft bereikt. Maar een medicijn kan niet altijd opgenomen worden door een vis, maar als de vis toch voldoende eet, probeer het met een visvoer. Het is eenvoudig en effectief. Hier hebben we dat grapefruit seed extract, dat zijn pompelmoeszaad extracten samen met de moringa bladeren. Dat werkt met het pompelmoeszaad extract of grapefruit seed extract, werkt desinfecterend door de citruszuren en de 60% flavonoïden, helpen voor regeneratie. Daardoor een snellere genezing en herstel. Dus voor herstel bij inwendige bacteriële infecties en ook een prima hulp als u zieke koois heeft en garnalen. Kan u gerust ook geven aan deze soorten. Een ander probleem waar we reeds goede succes mee hebben gehad, is bij behandeling van rugzwemmende sluifstaarten of orandas, die aan het oppervlakte hangen niet, is dat u best een zinkend voer geeft met kruiden, zoals de Dr. Basseler Biofishfood Herbal. Soms zijn het inwendige bacteriële infecties en daarmee helpt het herbal goed, maar op voorwaarde dat het voer zinkt. Probeer dan ook geen muggenlarf te geven of drijvende sticks, want dat helpt niet. Ik heb daar ook YouTube filmpjes over gemaakt, waar u meer informatie over krijgt. Inwendige worminfecties, nog een probleem, vooral bij wildvang, zoals nematoden hier vastgesteld bij deze wildvangapistogramma's. Stellen we voor om te behandelen met de Dr. Basseler Biofishfood Pumpkin,
samen met het medicijn Argumor, met Difluobenzuron van Aquarium Münster. En deze combinatie kan inwendige worminfecties behandelen, zoals nematoden. Maar u moet het op tijd doen en de vis moet nog voldoende eten. Dus, spreken we over gezonde vissen? Wel, dan is het aan u de keuze als aquariaan om een goed voer te kiezen om uw vis het beste te geven. We hebben voor de professionals, de kwekers, de handelaren, importeurs, exporteurs, de professional care and treat, de care voor preventie, met phytobiotica, nutricamenten, beta-glucanen, algenextracten, citrus vruchtvlees, chlorella algen, acai bessen, bij acclimatisatie ideaal, bij quarantaine, als u vissen hebt binnengekregen, bij kweek en voorbereiding op verkoop. En de care is een algemene hulp voor vissen die ziek zijn, met de nutricamenten look, aloe vera, munt, tijm, bijvoet en vogelmierextracten. Is voor de profi's die vissen willen herstellen tijdens en na de ziekte en ook na een behandeling. Dus we hebben van alles in huis. Zoals u zegt, u kan uw keuze maken. En hier is een kweker in Duitsland die zijn vissen verzorgt en geneest in geval van problematiek met onze professional care en met onze professional treat. Gratis monsters kan u als liefhebber verkrijgen bij de aquariumzaken die onze producten verdelen. Heeft u nog meer info nodig? Wel, bezoek onze website of kijk meerdere video's op mijn YouTube kanaal en volg onderaan de links die onderaan in de tekst gepubliceerd zijn. Probeer ook meer kennis te verkrijgen via onze boeken, zoals ik al eerder had gemeld, daar u meer wegwijs wordt in visziekte. Want wij zijn allemaal verantwoordelijk om onze vissen het beste te geven. En uw aandacht was al voldoende om de beste hulp in de toekomst aan uw vissen te bieden. Ik dank u voor uw aandacht.